laatste plekje op de tafel nu voor mij, want er staat een laptop. Ja. En dat is wat Frankie moeilijk gaat zien. Goedemiddag allemaal, welkom bij de persconferentie van het Nederlandse team met Frank de Boer, de bondscoach en Stefan de Vrij. Vooruitlopend op onze wedstrijd morgen tegen Noord-Macedonië, de laatste groepswedstrijd zoals jullie weten. Zijn er mensen die vragen willen stellen wat ik mij zo goed zou kunnen voorstellen, want daar is per slotverrekening een persconferentie voor, dan steek je hand op. En de eerste die dat gedaan heeft is Abdel Afiri. En Abdel is van Beijing Sports. Abdel. Abdel, we zijn met jou aan het verbinden. Hoor je nog niet? We horen je nog niet. Het buitenland gaat nog niet echt lekker. Hè? Nee, dat gaat nog niet top. We kunnen je niet horen, Abdel. Kun jij zelf iets aan jouw knopjes veranderen? Dan gaan we het zo meteen nog een keer proberen. Dan zit er even niks anders op. Dan gaan we eens kijken of we contact kunnen leggen met Jochem Lipman van het ANP. Of dat beter gaat. Dank. Jochem, ja, Jochem. Hi. Ja. We hebben net begrepen dat je twee wissels toe gaat passen, klopt dat? Ja, dat klopt. Waarom heb je besloten om maar twee wissels toe te passen? Nou, gewoon omdat wij denk ik genoeg ruimte tussen de volgende wedstrijd hebben om met op volle sterkte eigenlijk de achtste finale in te gaan. En anders is die rustperiode wel heel erg lang. Dus, en ik denk ook dat we gewoon nog dingen kunnen verbeteren. Dus ik denk dat beide aspecten gewoon heel belangrijk zijn. Handhaaf je ook het systeem met drie centrale verdedigers? Ja. Ja. Want je vindt het belangrijk om daarmee te blijven, iedere mogelijkheid aan te krijgen. Ja, we hebben hele goede momenten gehad tegen Oekraïne. We hebben goede momenten gehad tegen Oostenrijk, maar nog steeds zijn er dingen dat we kunnen verbeteren. Dus daar moeten we aan werken. En afsluitende vraag. Houd je rekening met de gele kaart die Martin de Roon heeft? Dat zullen we morgen zien. Of dat zo is. Dat wil je nog niet zeggen. Nee. Dankjewel. Dankjewel Jochem. Maarten Wijfels, Algemeen Dagblad. Ja, eerste vraag ook voor Frank. Als je dan kijkt naar de afstemming op posities, bijvoorbeeld in de spits. Wat maak je daarvan? Hebben we de afgelopen dagen nog nieuwe indrukken in opgedaan? Heb je er met spelers over gesproken? Ben je tevreden? Wat kan beter? Ja, wat ik al zei, alles kan beter. Zoals het in de verdediging ook beter kan, kan het in de aanval ook beter. En ik denk dat we vooral tegen Oostenrijk in balbezit het beter hadden kunnen doen, maar dat begint ook vaak achterin. Maar voor zijn er ook dingen die voor verbetering vatbaar het beter afstemmen. Van diepte maken, in de bal komen, ruimte voor elkaar maken. Nou, dat soort dingen wil ik graag zien wil ik ze graag zien morgen. Dankjewel Maarten. Dan hoop ik dat we verbinding kunnen maken met John Graat. En voor de zekerheid klikken we ook maar op Riepke Bakker. Want ons systeem blijkt nog altijd niet helemaal onfeilbaar. Riepke, dat is alvast gelukt. Ga je gang. Hoi Frank. In hoeverre hebben spelers zelf iets te zeggen gehad over of ze gaan spelen of dat ze misschien rust krijgen? Ben je daar met ze in overleg gegaan? Nee, uiteindelijk heb ik wel een idee gehad, zeg maar, wie ik zou willen laten starten. En natuurlijk hebben zij wel een idee hoe ze het zelf willen invullen. Maar, en ik praat natuurlijk met spelers, maar ik ben eigenlijk niet afgeweken, zeg maar, van mijn idee. Ja, en in de aanloop naar het toernooi ging het vaak over dat je wilde switchen tussen systemen. Dus 5-3-2 en de 4-3-3. Zou het kunnen zijn dat je morgen wel een fase in de wedstrijd of na rust toch nog even gaat proberen of 4-3-3 er nog in zit of daar nog aan te kunnen werken? Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Dankjewel Riepke. Dan gaan we naar John Geraad. John, ga je gang. Goeiedag. Jullie horen mij? Ja, heel goed. Oké.
Ik heb een vraag van iets andere orde. Jullie gaan die wedstrijd spelen, de volgende wedstrijd na Noord-Macedonië in Boedapest. Ja. Hongarije, een land waar afgelopen week de anti-homo-wetgeving nog verder is aangescherpt. In Duitsland leven plannen om daar iets mee te gaan doen, een actie komende woensdag. Manuel Neuer draagt ook de aanvoerder of de regenboog-aanvoerdersband. Ja. Zijn jullie ook iets van plan om een statement af te gaan geven in Boedapest? Nou, we hebben het er nog niet over gehad in ieder geval. Dus wij zijn alleen maar bezig met het voetbal hier op dit moment. Dus op dit moment niet. Het is ook iets, John, voeg ik daar maar aan toe, dat we na deze volgende wedstrijd gaan bespreken. Laten we het vooral bij één wedstrijd per keer houden. Dus ik snap je vraag, maar hij is een beetje aan de vroege kant. Ja, misschien ja, in het verlengde daarvan. Gisteren waren in het stadion racistische uitingen. Zouden er zijn geuit aan het adres van met name Mbappé, maar ook Benzema. Is dat iets waar jullie je tegen zouden moeten wapenen in dat land? Ja, John, ook daarvoor geldt. Zullen we eerst de wedstrijd tegen Noord-Macedonië spelen en ons daarna gaan bezighouden met de wedstrijd in Boedapest? Dat lijkt me eerlijk gezegd een beter idee. Oké, daar komen we erop terug van de week. Heel goed. Martijn Krabbedam, Voetbal International. Ja, ben ik te horen? Zeker. Ja. Ah, mooi. Ja, toch ook wel een beetje in het verlengen daarvan, maar dan sportief. Ben jij een rekenaar, Frank? Heb je voorkeuren of ben je een beetje aan het kijken waar je eventueel tegen zou kunnen te komen? Ik heb helemaal dat je die wedstrijden hebt gevolgd allemaal. Ja, maar wij hebben er niks meer in eigen hand. Dus wij zijn nummer 1 in de pool en we weten onze route naar de finale. En ja, that's it. En als het een sterke tegenstander uitrolt, ja, dan het zij zo. We willen toch naar de finale en dan moeten we elke wedstrijd winnen. Dus ook tegen een op papier een moeilijkere tegenstander. Dus ja, ik kan me nu niet echt meer druk maken daarover. En we gaan het zien. Nee, daar slaap je geen seconde. Nee, maar ik kan er heel spastisch en moeilijk over gaan doen. Maar ik heb er geen invloed meer op. En ik kan wel zeggen, ja, ik hoop dat die gelijk speelt. Ja, laat me zitten. We zien het wel. Eén dingetje nog. Om een speler zoals Dumfries is natuurlijk wel veel te doen geweest. Heel populair, ook in buitenlandse media. Komt veel op die jongen af. Neem je hem dan nog even apart om daar even over te spreken? Of laat je het maar gewoon? Nee, ik heb wel gesproken. En, maar gewoon meer hoe je het ervaart. En, hij heeft het natuurlijk aan zichzelf te danken. Dus dat hij het zo goed doet. En daar moet hij van genieten. Dus hij moet elk mooi moment moet hij opzuigen. Daarvoor ben je speler geworden om je hier te excelleren op een groot toernooi. En ik heb een interview gezien daarna bij hem, bij de NOS. En ik moet zeggen. Ja, dat heeft hij fantastisch verwoord en we weten allemaal hoe hij is. En ik denk niet dat hij snel van zijn stuk wordt gebracht. Thanks. Dankjewel Martijn. Gaan we naar Maarten Wijfels. Ja, een vraag voor Stefan ook. Stefan, jullie, in hoeverre zien jullie als spelers veel andere wedstrijden? En zijn er bijvoorbeeld trends die jou opvallen? Als ik er één mag noemen, ik vind er heel veel penalties gemist worden. Is dat iets waar jij misschien een verklaring voor zou kunnen hebben? De wedstrijden worden zeker gevolgd. Veel schermen staan, veel tv's en we blijven voetballen. Dus we vinden het ook leuk om wedstrijden te kijken. Dus die worden zeker gevolgd. Er zijn ook best wel veel eigen doelpunten gevallen volgens mij. Dat is me ook wel opgevallen. Maar goed, ja, hoe zulke dingen tot stand komen of hoe dat komt, ja, dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Ja, maar bijvoorbeeld penalties. Even een hypothese. Hè. Er zijn 8 maanden lang penalties zonder publiek genomen. Is het dan weer anders om die met te nemen? Want specialisten staan nog steeds achter de bal. Ja, ik weet het niet. Ja, Nee, klopt. Ja, je vraagt aan iemand die maar heel weinig penalties heeft genomen in zijn carrière. Dus, ik durf dat niet te zeggen. Het zou kunnen, maar ik denk persoonlijk. Merk je niet heel veel verschil. Natuurlijk, je hoort de fans, maar voor mij persoonlijk is het altijd, zodra de scheidsrechter fluit, ja, dan zie je of hoor je ze niet eens meer. Dan ben je puur gefocust op de wedstrijd. En ja. Misschien ervoor en na weer dat je er dat opmerkt. Maar goed, ik denk,
ja, misschien dat tijdens een penalty moment dat wel zo kan zijn. Ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd. Nee. Frank, weet jij het? Tenminste, heb jij er een idee bij? Nee, gewoon slecht genomen is dat. Ja? Ja. Hoe makkelijk is het? Ja, nou ja, het lijkt me wel in ieder geval. Dus, nou ja, het is wel opvallend natuurlijk dat er heel veel penalties worden gemist. Maar wij hebben er in ieder geval nog niet de vinger achter kunnen leggen. En, of misschien worden ze wel heel goed geanalyseerd door iedereen, door alle technieken die er op dit moment zijn. Dankjewel, Maarten. Javier Giraldo uit Spanje. Ga je gang. Javier? Javier? Hi. Good afternoon. Good afternoon. Can you hear me? Yes. Yes. Okay, good afternoon to you all. I have a couple of questions to Mr. Frank de Boer about Memphis Depay. How is he dealing or handling so many criticisms, so hard critics from the experts, from some former footballers in the Netherlands? And for the other hand, is this a relief for you and for the rest of the players that his future is at least clarified, as you know, he's officially joining FC Barcelona next season? Thank you. Nou, ik denk dat Memphis de eerste die zeer zelf kritisch is en dat hij denkt, hey, ik kan het beter doen dan wat ik op dit moment heb laten zien. Maar ik weet ook zeker dat hij zich niet van de wijs laat brengen. Hij is de laatste jaren gewoon heel zelfverzekerd geweest. En hij weet precies wat hij wil. Dat is ook zijn kracht. Laat zich dus daar niet van zijn stukken afbrengen. En nogmaals, hij weet zelf wel of hij goed gespeeld heeft of niet. En waar nog ruimte zit voor verbetering. En laten we hopen voor ons en voor Nederland en voor het voetbal zelf. Dat hij het niveau aan gaat tikken die wij allemaal in onze gedachten hebben. Maar dan nog is hij nog steeds heel belangrijk voor ons. Ondanks dat hij misschien in jullie ogen te weinig laat zien. Maar nog steeds maakt een penalty, geeft een voorassist. Dus wij zijn toch nog tevreden over hem. Maar we weten ook allemaal dat hij zoals ook het team nog steeds beter kan. Ik denk wel dat het een opluchting voor hem uiteindelijk is. Dat onbewust speelt het toch in je hoofd. Nu dat achter de rug is, kan hij zich helemaal focussen op dit toernooi. En wie weet heeft hij net dat extra zetje nodig om te excelleren. En uiteindelijk hebben wij een excellerende Memphis nodig om uiteindelijk heel ver te schoppen. Dus wij hebben in ieder geval heel veel vertrouwen in hem. En hij zelf ook in zichzelf. Wat ik al zei, hij laat zich niet van zijn stuk brengen. Hij weet gewoon wat hij wil. En daarom is hij ook een speciale speler voor ons. Dankjewel. Javier, dan gaan we naar Enzo van Steenbergen, NRC Handelsblad. Enzo. Goedemiddag, Frank. Je had het in het begin van de persconferentie al even over dingen die nog beter moeten. Het valt me op dat je de wingbacks enorm aan het coachen bent tijdens wedstrijden. Ja. Wat vind je dat er op die posities beter kan? Nou, het gaat erom, zeg maar, soms heb je het over druk zetten. Wanneer moet je wel druk zetten op een of een wingback of een back van de tegenstander? Wanneer moet je afhaken? Wanneer moet je, als de bal aan de andere kant is, moet jij de binnenkant staan bijvoorbeeld, niet aan de buitenkant staan. Want je bent op dat moment helemaal niet bereikbaar. Ik noem het altijd lichaamstaal lezen van de tegenstander of van onze spelers zelf. Hoe we op dat moment de aanval gaan opzetten. En daarnaast ook van het omschakelen. We hebben balbezit en we verliezen de bal. Ja, hoe snel kom jij in positie terug waar je mensen weer kan helpen? Of ga je eerst even kijken, oh, wat gaat er gebeuren? Ja, dan kan je te laat zijn. Dus het is een hele gecompliceerde positie. En dan is het af en toe een helpende hand. Tenminste, in mijn ogen is het niet overbodig. Ja, dus het lijkt natuurlijk in de cijfers dat het
dat zij het geweldig doen, hè? Ja. Zoals Dumfries presteert. Ja. Maar ik hoor het ook aan jou dat er echt nog heel veel dingen zijn die ook echt stuk beter zijn. Ja, het komt heel veel taken bij kijken. Je moet bij de tweede paal nog verschijnen als de bal links voor wordt gegeven. Maar je moet ook omschakelen, want je bent uiteindelijk ook verdediger. Dus het is in dit systeem is het natuurlijk een belangrijke positie. En dat heeft Denzel natuurlijk heel goed bewezen. Kijk, de linkerkant vaak is onze creatieve kant. En als we er uiteindelijk doorheen komen, dan ligt vaak meer de ruimte aan de andere kant. Nou, daar kan Denzel natuurlijk fantastisch van profiteren. En dat heeft hij gedaan. Dankjewel, Enzo. Dan gaan we naar Willem Vissers. Willem, ga je gang. Hi Frank, wat vind jij van de toplanden? Wie vind jij het beste? Ik bedoel, zijn toch wel, eigenlijk ook de toplanden tonen wel veel kwetsbaarheid. Willem, het is zo vergankelijk. Eerst vonden we Duitsland niks en nu is Duitsland waarschijnlijk weer voor iedereen een van de favorieten. Engeland die begon heel goed, daarna minder wisselen tegen Schotland. Italië, die maakt op dit moment misschien wel de meeste indruk eigenlijk van de toplanden. Dus ja, het is zo vergankelijk de ene keer. Het is net als bij ons. De ene keer kan je er niks van. Aan de andere kant zien mensen weer hopen dat we de finale kunnen halen. Dus Duitsland, denk ik, een fantastische wedstrijd gisteren gespeeld. Misschien wel de mooiste wedstrijd van het toernooi op dit moment. Met goed voetbal tegen een tegenstander waar wij natuurlijk het altijd zeer lastig mee hebben. Ondanks dat ze 1-0 achterkwamen, toch nog zo domineren en goals scoren. Dat geeft denk ik heel veel hoop voor de Duitsers. Maar dan nog zijn er zoveel landen die, als het straks echt om gaat, dat ze er weer zullen staan. Dus het is moeilijk te zeggen op dit moment. Maar ook hoop voor Nederland, toch? Want eigenlijk is iedereen, het lijkt erop dat iedereen van iedereen kan winnen. Nee, dat zeg ik. Maar ik heb altijd gezegd, als wij in goede doen zijn, kunnen wij denk ik van iedereen winnen. Maar dan moeten we echt top zijn. Hopelijk groeien we in het toernooi en bewaren we onze allerbeste wedstrijden voor de belangrijke momenten. Dankjewel. Dankjewel. Willem, Valentijn Driessen. Valentijn, ga je gang. Ja, Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ik had eigenlijk twee vragen. Eentje over Nederland zelf, hoor. En dat is, jij zegt net van spelers hebben een idee en je praat met ze. Je wijkt niet af van je eigen idee. Luister je dan wel, maar doe je het gewoon niet? Of hoe gaat dat? En vraag twee is eigenlijk, je bent tevens voorzitter van het CBV. En nou is gisteren een lid van het CBV, die is opgestapt naar bedreigingen. Hoe kijk jij daarnaar? Om met je laatste vraag te beginnen. Ja, dat is heel triest, eerlijk gezegd. We weten dat er altijd een bepaalde druk is. Vooral ook optreden op spelers ook, maar ook zeer zeker op trainers. Dat voel ik natuurlijk ook. Als geen ander weet ik dat de druk heel hoog is. Maar dat je dit moet meemaken, vooral ook voor wat ik al zei over druk. Vaak maakt mijn vrouw me nog drukker dan ik zelf. Dus het heeft al impact op je familie. En als je dit nog over je heen krijgt, dat is echt verschrikkelijk. Dus ik hoop echt dat dit de laatste keer is dat dit gebeurt. Maar hopelijk worden die mensen die de bedreiging hebben gedaan aangepakt. Want het blijft natuurlijk nog steeds een spelletje, wat wel een hele belangrijke bijzaak natuurlijk in het leven is in Nederland. Maar we moeten het ook weer niet groter maken dan het is. En heel triest. En ik heb met hem te doen. De eerste vraag over. Natuurlijk praat ik met spelers en uiteindelijk heb ik een bepaald gevoel. En daar zal ik meestal niet van afwijken. En soms buig je misschien af en toe eens een keer een beetje mee. Ik zeg altijd, ik sta niet op het veld. Zij moeten uitvoeren. En het is vaak, zeg maar, als spelers bijvoorbeeld zelf met een goed idee komen. Dan ga je over nadenken. En als je denkt, dat kan ook zo. Dan ga je er soms wel eens in mee. Maar uiteindelijk bepaal ik of dat een goed idee is of niet. En ik heb mijn filosofie hoe wij spelen, hoe we kunnen spelen.
En normaal gesproken zal er niet heel veel van afgeweken worden. Dankjewel, Valentijn. We doen er nog twee. Riepke Bakker en David van den Broek uit België. We beginnen bij Riepke. Frank, het is natuurlijk een beetje een gekke wedstrijd omdat er niks meer op het spel staat. In hoeverre is het de afgelopen dagen nog gegaan over het EK 2008 en hoe vaak heeft Ruud van Nistelrooy daarover verteld de afgelopen dagen? Nee, ik heb er, Ruud heb wel een keer als afsluiter van een meeting gezegd, nu gaat het er juist om de focus te houden. Kijk, er is nu plaats voor verslapping eigenlijk en dat moeten we niet willen. Dus en daar heeft hij dezelfde ervaring mee gehad. En dat soort momenten hoop je dat hij dan opstaat natuurlijk. En dat heeft hij gedaan. En dat is in mijn ogen super belangrijk. Dat zij het van iemand horen die het natuurlijk zelf heeft meegemaakt. En waar ze ook tegenop kijken natuurlijk. Dus dat is natuurlijk zo dat je maakt de afweging van hoe krijg ik de jongens zo goed mogelijk naar de achtste finale. En in onze optiek is het door bijna iedereen te laten spelen. Nou, wat verwacht jij van Noord-Macedonië? Want ze spelen ook nergens meer om, zijn al uitgeschakeld. Nee, maar zij spelen wel om de eerste punt te halen ooit op een EK volgens mij. En ze zijn al super trots dat ze er zijn natuurlijk. Maar ze willen meer. En dat blijkt ook wel, tenminste wat ik een beetje gehoord heb in de wandelgangen. Dat zij, ze willen natuurlijk stunten tegen Nederland. Ze willen misschien de eerste overwinning of een gelijkspel binnenhalen. Nou, wij willen gewoon deze wedstrijd heel serieus nemen. Dus van onderschatting is geen plaats voor ons. Ze hebben wel een keer van Duitsland gewonnen met 2-1. Dus het is niet zo dat je daar zo even overheen gaat lopen. Ze hebben tegen Oekraïne hebben ze het heel lastig gemaakt, tegen Oostenrijk ook. Dus we moeten gewoon top zijn om deze wedstrijd te winnen. En we nemen het ook bloedserieus. Dankjewel, Riepe. Laatste vraag van deze sessie voor David van den Broek uit België. David, ga je gang. Goedemiddag, Frank. Hoor je me? Ja. Ja, hallo. Jullie zijn al zeker van de tweede ronde, Frank. Dus ik denk dat de vraag wel kan. In welke mate trainen jullie eigenlijk? Zijn jullie op penalties en in welke mate nemen jullie dat serieus voor die tweede ronde? De voorbije weken, op dit moment, kan je daar iets over zeggen? Of? Ja, wij nemen het heel serieus natuurlijk. En, wij zijn al in Portugal daarmee begonnen. En met camera's. En, iedereen neemt een penalty. En, gewoon één penalty maar. En daar zijn we, omdat je weet dat het misschien een keer staat aan te komen. En dan moet je proberen toch die jongens zo goed mogelijk voor te bereiden. Dus wij zijn er eigenlijk vanaf dag 1 al mee bezig geweest. En natuurlijk, het is nooit zo duidelijk, tenminste het gevoel als tijdens misschien de echte wedstrijd. Maar je kan wel heel veel rituelen, in ieder geval, die je hebt als penalty-nemer op dat moment. Die kan je inkaderen en weten, dit is. En dan heb je een soort houvast. En dat proberen we die jongens bij te brengen. Het is geen garantie dat ze niet kunnen missen of zo. Maar de kans dat zij toch de verleiding hebben om toch iets anders te doen wat ze normaal nooit hadden gedaan, is daardoor minder, denk ik. Tevreden, David? Ja, heb je dan effectief dus elke training, elke speler? Nee, we doen het maar bijvoorbeeld één keer in de vier dagen of zo. Ah, ja. Oké, David, dankjewel. Alle anderen, dankjewel. En wij hopen jullie allemaal morgen weer te zien in het stadion als wij spelen tegen Noord-Macedonië. Dus bedankt voor nu en tot morgen. Bedankt, Rob. Goede voorbereiding.